Dylan Bouwmans, dit is niet het truitje waar je in hoopte te starten. Nee, maar ik had dit truitje uiteindelijk ook nog niet gekregen, dus nu heb ik er vast een. Hoe zuur is het dat je oranje leiderschap kwijt bent? Ja, wel jammer natuurlijk. En vooral met vandaag nog in het vooruitzicht. Die andere drie koersen die komen, heb ik wel vertrouwen in. Maar vandaag is het natuurlijk lastig om de schade te beperken. Ja, want hoe ga je dat doen? Want ik stel me voor, jij moet niet met Bas van der Kooi naar de streep rijden. Nee, maar ik denk dat niemand met Bas van der Kooi naar de streep moet rijden. Nou, David Dekker. David Dekker, ja. Met David hebben we iemand die in ieder geval punten van Bas kan afpakken. Alleen, ik denk vanwege de wind, dat we uiteindelijk dadelijk wind tegen hebben, richting de finish, dat er een vrij grote kans is dat we toch met de massasprint gaan komen. Ja, dan moet ik proberen punten te sprokkelen. Gaan jullie dan alles voor David Dekker doen? Is het dan al bij jullie een beetje van, nou, wij gokken ook op een massasprint, omdat jullie een van de topfavorieten zijn? Of speelt er nog wel iets anders in je hoofd van, nou, misschien toch voor die finale weg zijn? Het meest ideale voor mij is als we met een paar sterke renners wegrijden, en dat maakt niet echt uit wanneer, maar dat we met een man of vijf aankomen, dan pak ik de meeste punten, denk ik. Maar we weten ook dat David die mannen erop kan leggen als het op zijn plek valt. Dus dan gaat een groot deel van de ploeg voor David rijden. En ik moet proberen om bij David in de buurt te blijven en zo top 10 te rijden. David 1, jij 2, daar teken je voor, denk ik. Ja, dat teken ik wel voor, ja.